speel voor mijn land. En daar ben ik trots op, dat kunnen niet heel veel mensen zeggen, denk ik. Van Valkenoord naar de Kuip, ik hoop dat ik die weg kan afleggen. Als kleine jongen ben ik vroeger ook op dit veld begonnen. In de F3 F4, ik was toen 7. Toen heb ik 2 jaar gevoetbald hier zo en toen heeft Feyenoord mij omgetoverd als keeper. We zaten in, met best wel veel mannen in één team, maar ze hadden geen vaste keeper. Dus elke speler moest gewoon een halve wedstrijd gaan keepen. En op een gegeven moment was ik aan de beurt. En Feyenoord zag dat ik best wel aardig kon keepen. En sindsdien ben ik elke wedstrijd gaan keepen in F1, F2. En het jaar erop ben ik keeper geworden. Als ik naar alle keepers binnen Feyenoord kijk, denk ik dat Justin een hele groot talent is. En ik hoop ook dat ik zo kan worden later. Waarom ik naar Justin kijk is omdat hij ook als kleins aan begon bij Feyenoord. Hij kan heel goed meevoetballen. Hij heeft op zijn op hele vroege leeftijd zijn debuut gemaakt bij Feyenoord. En ik denk dat ik zijn pad volg, dat ik ook zo goed kan worden als hem. Feyenoord heeft altijd wel goede keepers in de jeugd gehad. En nu zie je dat een grote keeper bij Feyenoord in het eerste staat. En ik hoop dat er nog meer volgen zoals ik. We verzamelen meestal op maandag in de middag of op zondag. Dan gaan we 3 of 4 dagen trainen en dan ook wat leuks doen, bijvoorbeeld bowlen en dat soort dingen. Dan hebben we een wedstrijd, dat is verschilt in Nederland, in Katwijk, in Roermond, dat soort plaatsen. En dan spelen we in het interland tegen een groot land, zoals de afgelopen keer tegen Italië. Ik speel voor mijn land en daar ben ik trots op, dat kunnen niet heel veel mensen zeggen, denk ik. En ik hoop dat ik nog vaker voor Nederland mag uitkomen. Als je bij Nederland bent, dan slaap je daar zo en dan sta je op en dan ben je al gelijk met heel het team. En ik ben Feyenoord, kom je natuurlijk van huis af. Dan moet je eens met OV of met auto gaan naar Feyenoord en dan zie je ook elkaar pas. Ook bij Nederland ontbijt je en eet je s'avonds met elkaar en je slaapt met een kamergenoot. Dus dat zijn wel dingen die anders zijn. Ik denk dat ik vorig jaar een groot toernooi heb gespeeld, zoals EK. Dat ik heel erg belangrijk kon zijn. En dat het veel vertrouwen heeft gegeven aan mezelf en aan het team. En ik denk dat het zeker heeft geholpen in mijn ontwikkeling. Ik wil alleen maar beter worden natuurlijk. Ik hoop nog beter te worden dan op het EK en in Kroatië. Dus ik wil alleen maar beter worden en hopelijk word ik ook zo goed dat ik hier kan spelen. Van Valkenoord naar de Kuip, ik hoop dat ik die weg kan afleggen.